Als kind ben ik een keer opgenomen geweest in het ziekenhuis. Dat was denk ik toen ik nog op lagere school zat. Toen ben ik eigenlijk toch een beetje geesteld geraakt door het functioneren van het menselijk lichaam en het dysfunctioneren. En sinds die tijd heb ik altijd dokter willen worden in de cardiologie. Ja, daar zat voor mij alles in wat ik eigenlijk in het vak zocht. Mij spreekt het meeste de dotteren aan, omdat je daar natuurlijk ook een heel direct resultaat hebt. Hè? Dus je ziet eigenlijk voor ogen dat iemand beter wordt. Hè? Dus, en zeker als iemand een acuut hartinfarct hebt, ja, dan heb je trucjes om dat bloedvat à la minuut weer open te maken. En dan zie je ook dat de bloedvat weer open is, maar je ziet ook dat daadwerkelijk de patiënt zich weer beter gaat voelen. En dat is natuurlijk voor de patiënt natuurlijk heel plezierig, maar dat geeft ook wel genoeg voldoening voor jezelf. Wat ik verder ook wel heel erg leuk vind in de cardiologie is dat het is natuurlijk een groot gezondheidszorgprobleem. En er is daardoor ook wel altijd veel geld om wetenschappelijk onderzoek te doen. Je ziet dus ook dat het vak heel snel verandert doordat er nieuwe inzichten komen. Dus hoe het vak nu wordt uitgeoefend, dat is het totaal anders dan het 10, 15, 20 jaar geleden werd gedaan. En dat maakt het natuurlijk ook wel leuk, omdat je... Ja, het is niet zo beoefenen ons vak voor de rest van ons leven. Nee, dat verandert continu. En dat is leuk om die veranderingen mee te zien.